in de camera. We zijn hier met John Brosens. John heeft een boek geschreven, laten we even zien. Bloedbroeders 1618. Bloedbroeders 1618. Ja, en het gaat onder andere over de West-Indische Compagnie. Dat die niet zo'n leuke geschiedenis hebben en dat die eigenlijk verantwoordelijk zijn dat die Indianen in Zuid-Amerika nu zwaar in de verdrukking zitten. Het is een jeugdboek, een jeugdroman, maar dat is eigenlijk het achterliggende thema. Hè? Ja, het verhaal is dat iemand die in Zuid-Amerika bij de Indianen heeft gewoond, 8 jaar lang, door de West-Indische Compagnie werd gedwongen om een rapport uit te brengen tegen zijn zin. Maar hij had geen keuze, want anders zou hij voor het gerecht worden gebracht. En hij heeft toen besloten, omdat hij in feite de kant van de Indianen had gekozen, heeft hij ervoor gekozen om eigenlijk letterlijk een Indianenverhaal op te hangen. Hij heeft daar dus verteld dat die Indianen levensgevaarlijk waren, maar vooral dat er in die streek waar ze woonden helemaal niets te halen was. Geen hout wat interessant was, geen kleurstof die interessant was, helemaal niks. Dat betekent dus dat de West-Indische Compagnie inderdaad met dat gebied verder niets gedaan heeft. Dus heeft zijn doel bereikt. Ja, maar achterliggende gedachte bij jou voor dit boek is ook dat door die hele West-Indische Compagnie, ze worden al verantwoordelijk gehouden voor de hele, het vervoer van slaven van Afrika naar Zuid-Amerika, maar ook de Indianencultuur enorme klappen heeft gekregen en vrijwel vernietigd is. Ja, de filosofie van zowel de VOC als de WIC was dus dat die gebieden waar andere volkeren woonden alleen maar interessant waren om spullen te halen. En de mensen die er woonden, die waren A, niet interessant en B, als ze in de weg liepen, dan moesten ze maar uit de weg geruimd worden. Ja. Klinkt vreselijk cru, maar zo was het eigenlijk wel. Ja, dus op die geschiedenis moeten we niet al te trots zijn. Nee, ik denk dat het wel een periode is die nog even goed belicht moet worden. Want het fabeltje is altijd geweest dat de WIC en de VOC ontstellend goed werk hebben gedaan. Ze hebben veel geld verdiend, dat is waar. Maar er zou best nog wel eens goed onderzoek gedaan mogen worden naar de vraag, wat hebben ze dan daar precies allemaal uitgehaald?